Wereldwijd wordt ultraviolet licht ingezet om ziekenhuizen, supermarkten en klaslokalen coronavrij te maken. Maar dat kan je thuis ook doen met een UVC-lamp. Maar is dat wel veilig? UVC-licht is namelijk schadelijk voor mens en dier. En hoe werken die apparaten eigenlijk? En heeft het überhaupt zin om je huis te desinfecteren met UVC-licht? Hoi, hier David van Bright. Vandaag test ik de Philips desinfecterende UVC tafellamp. En volgens Philips kan ik met deze lamp alle kamers in mijn huis in minder dan 3 kwartier corona vrijmaken. En ik heb ook nog een UV killer robot in huis die ik je wil laten zien. Maar eerst even een beknopte uitleg hoe je met licht je huis kan desinfecteren. Als je op het strand gaat liggen bakken, dan word je hopelijk bruin. Maar we weten allemaal, dat moet je niet te lang doen, want anders verbrand je huid. En als je het te vaak doet, dan loop je ook nog een verhoogd risico op huidkanker. En dat komt door de straling van ultraviolet licht. Gelukkig word je hier op aarde alleen blootgesteld aan UVA en UVB licht van de zon en niet aan UVC. De atmosfeer houdt namelijk dat UVC-licht tegen. En dat komt omdat dat UVC-licht vrijwel nergens doorheen kan, zelfs niet door glas. Het schadelijke van UVC-licht heeft ook een goede kant. Het beschadigt namelijk het RNA en DNA van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels. En daardoor worden ze onschadelijk gemaakt. Dat is helemaal niks nieuws onder de zon. UVC-licht wordt wereldwijd overal al toegepast. In ziekenhuizen bijvoorbeeld om instrumenten te ontsmetten, maar ook in drinkwaterinstallaties om ziekmakende organismen kapot te maken, zodat wij dat water gewoon kunnen drinken. En in Amerika wordt het zelfs gebruikt om klaslokalen te ontsmetten. Maar ook als kampeerder maak ik er al jaren gebruik van. Ik heb ooit deze UV-pen gekocht. En als ik op reis ga naar exotische oorden en ik vertrouw het water niet, dan kan ik hier het water mee desinfecteren. En met exotische oorden bedoel ik die landen waar ze van die prachtig verlaten stranden hebben. Omdat iedereen op de eerste dag een waterijsje ging eten en vervolgens heel exotisch de hele dag met de racekak op de play zit. Met zo'n UV-pen verlaag je in elk geval het risico op dergelijke ellende. Je kan dan wel niet met je eigen ogen zien hoe dat UVC-licht die bacteriën en virussen in het water kapot maken. Je onderbuik bewijst dat die pen wel degelijk werkt. Los daarvan is er een overvloed aan wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat UVC-licht korte metten maakt met bacteriën, schimmels, sporen en virussen zoals het coronavirus. Geen wonder dat een bedrijf zoals Signify, die verlichting maakt onder de naam Philips, de vraag naar commerciële UVC-lampen niet aan kan. Ik heb zelfs gelezen dat ze vorig jaar de productie moesten verachtvoudigen. Zelfs de kleedkamers van PSV worden met Signify-lampen en UVC-licht gedesinfecteerd. En ik heb heel groot nieuws, want zo direct wordt ook de woonkamer van de grootste BN'er die ik ken gedesinfecteerd met een Signify-UVC-lamp. Die BN'er, dat ben ik. Ik ben namelijk een bijzonder nerdy Nederlander. Maar goed, tijd om even wat virussen te zappen. En in plaats van dat ik met een laserstraal op de virussen ga schieten, ga ik dat met de UV-straling van deze lamp doen. Zoals eerder gezegd, UVC-licht is schadelijk voor mens en dier. Dus zodra die lamp aangaat, moet ik zorgen dat Billy the Cat en ik de kamer hebben verlaten. Gelukkig kan je bijna geen fouten maken met deze lamp. Hij is dodelijk eenvoudig in gebruik. Hij heeft geen Bluetooth, hij heeft geen app. En je hebt eigenlijk ook niet eens een handleiding nodig, want hij is heel slim. Zodra ik hem aanzet, gaat hij mij audio-instructies geven. Om hem aan te zetten en om ervoor te zorgen dat kinderen hem niet zomaar aanzetten, krijg je de instructie om deze aanknop 3 seconden vast te houden. Vervolgens moet je een keuze maken of je 15, 30 of 45 minuten de lamp wil laten branden. En dat heeft te maken met de grootte van de kamer. Bijvoorbeeld 15 minuten is de keuken of de badkamer, 30 minuten is de slaapkamer en 45 minuten is bijvoorbeeld een woonkamer. Nou, ik zet hem even op 45. Please press power button to start.
Nu moet ik nog één keer op de aan- en uitknop drukken en dan gaat hij aftellen, of in ieder geval hij gaat zeggen dat ik de kamer moet... Extra waarschuwing, zorg ervoor dat die kinderen en die huisdieren uit die kamer zijn. Hij geeft me nu 30 seconden om die kamer te verlaten, of eigenlijk liever gezegd 30 seconden na het constateren van de laatste beweging, want hij kijkt rondom in die kamer of er iemand beweegt, dan pas gaat het licht aan. Nou, ik ga er vast vandoor, voordat het te laat is. Als ik nu de kamer binnenloop, dan moet die automatisch uitgaan. Ja, dit werkt gewoon goed. Zodra ik de kamer binnenloop, dan gaat die lamp niet alleen uit, hij gaat meteen weer op lock. En dat betekent dat als ik niet de kamer binnenloop, maar een kind, dan is hij ook gelokt en dan kan hij ook niet zomaar weer aangezet worden. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ik denk wel dat je met huisdieren zoals katten extra moet opletten. Mijn kat die wil zich nog wel eens ergens verschuilen in de kamer en daar de hele dag liggen pitten. En als er geen beweging is, dan blijft deze lamp gewoon branden. Ja, en dat wil je niet. Een kat UVC licht en verbranden. Wat me wel is opgevallen, is dat je misschien niet kan zien dat al het gespuis in deze kamer wat op de wanden en op de tafel zit door dat UVC-licht onschadelijk gemaakt wordt. Maar je kan het wel ruiken. Het is een beetje een onbeschrijfelijke geur. Het is geen brandgeur. Ja, moet ik dan zeggen de geur van gezepte virussen? Ik vertelde al eerder al dat ziekenhuizen en klaslokalen soms gedesinfecteerd worden met UVC-licht. En heel vaak gebruiken ze dan robots om door die ruimtes te rijden met een UVC-lamp erop. En die robots die kosten soms tonnen. Wat een geldverspilling. Voor nog geen 125 euro kan je hier in Nederland ook gewoon een slimme UVC-robot bestellen. Zoals deze Soof Smart Sterilizing Travel Robot. Ze heet trouwens Saar volgens de handleiding. En Saar is slim. Die gaat volgens voorgeprogrammeerde routes je tafel, maar ook je bed schoonmaken. En dat niet alleen. Het is ook een mijtdodende robot. Dit is dus een killer robot. En er slim genoeg om niet van de tafel af te vallen. Dat vind ik toch wel knap. Je kunt Saar ook handmatig gebruiken. Dan hoef je alleen de onderkant met handvat magnetisch vast te klikken. Op het knopje drukken. Dan gaan de lampjes aan. En dan kan je dat vieze smartphone scherm met de hand desinfecteren. En nu even een kleine demo van Saar als killer robot in bed. Ze begint met rijden, maar je ziet dat de lampen, de UV-lampen, niet aanstaan. Dat komt omdat Saar slim is, want zodra ik dit doe, dan weet ze dat er iets boven zit en dat de lampen aan mogen omdat UVC-licht gevaarlijk is. Maar zodra ik ze zo doe, dan gaan die lampjes weer uit. Maar wat ik misschien het leukst vind aan deze reizende, steriliserende killer robot, is dat het niet zomaar een killer robot is. Het is een killer robot powerbank. Terwijl die aan het desinfecteren is, kan ik er gewoon een USB-kabel insteken en mijn telefoon opladen en een gesprek houden. Ja, ik ben nu even wat virus aan het zappen. Moet je ook doen, is heel leuk. Het is echt verbijsterend wat je tegenwoordig voor 125 euro aan vernuft kan kopen. Wat je bij die prijs inbegrepen krijgt, is namelijk ook een hoop onveiligheid. Pas op pagina 13 van de handleiding staat er in hele kleine lettertjes: kijk nooit in het licht van de UVC-lamp. En die waarschuwing wordt gevolgd door: houd kinderen op afstand van de robot om schade te voorkomen. Daar bedoelen ze dus mee, ze zijn bang dat die kinderen die robot kapot gaan maken, dat die robot schade krijgt. Ik denk het wel, want die waarschuwing wordt dan weer gevolgd door: laat de robot nooit vallen en gooi er niet mee. Dat is ook echt iets waar ik aan zou denken om met zo'n ding te gaan gooien.
Het mag duidelijk zijn dat de makers van die robot heel veel aandacht hebben besteed aan het welzijn van hun mijtendoder, maar niet aan de eigenaar ervan. Ik zou zo'n apparaat dan ook nooit in huis halen. Een apparaat dat zo onzorgvuldig omgaat met de veiligheid van mens en dier, ja, dat vertrouw ik gewoon niet. Je kind zal die robot maar in de kast vinden en hem aanzetten en gaat dan zo heel gefascineerd naar die blauwe lampjes staren met alle gevolgen van dien. Die Philips UVC-lamp daartegen, die doet dat wel goed. Je moet allerlei handelingen verrichten waarvan ik denk dat ze kinderveilig zijn om dat ding überhaupt aan te zetten. Dus dat is gewoon veilig. Deze Philips UVC-lamp kost rond de 120 euro en het kan je een extra veilig gevoel geven om je huis te desinfecteren. Maar koop hem nou niet vanwege corona-schijnveiligheid. Gebaseerd op allerlei onderzoeken zeggen de meeste gezondheidsinstanties, waaronder onze RIVM, dat je nauwelijks besmet raakt door het aanraken van oppervlaktes en objecten. Het komt vooral via druppeltjes die besmette personen uitdragen waar het virus in zit. Het risico dat je corona oploopt omdat je iets aanraakt is dus minimaal. En daarvoor hoef je die lamp dus niet aan te schaffen. Maar het coronavirus is natuurlijk niet de enige narigheid die aan een deurkruk, een tafelblad of een stoelleuning kleeft. Deze desinfecterende lamp heeft dus wel degelijk nut in de strijd tegen allerlei bacteriën, virussen en schimmels. En dat komt goed uit, want ik ben namelijk helemaal dol op Franse schimmelkaas. Het enige wat ik vervelend vind, is dat er zoveel schimmel op zit. Tijd om dus wat ongewenste schimmeltjes te gaan zeppen. Nou ben ik benieuwd, welke plek in jouw huis moet hoognodig gezept worden? Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef een lel op die bel als je een notificatie wilt, zodra er een nieuwe Bright video verschijnt.